Met onze actie Ik wil groen licht willen we bedrijven en consumenten bewegen over te stappen op groene stroom. Vandaag kijken we in de meterkast bij Landal Green Parks. Hoe groen is je vakantie daar? Landal heeft in Nederland 52 vakantieparken met 9000 bungalows waar per jaar 1,9 miljoen gasten verblijven. Al die parken verbruiken samen 45 miljoen kilowattuur aan energie. Dat is evenveel als het verbruik van 14.000 huishoudens in één jaar. Wij willen graag weten of al die stroom groen is. We komen af van een combinatie van groen-grijze stroom. We zijn naar Green Choice overgegaan omdat we, om te beginnen, volledig naar groene stroom over wilden gaan. Op basis van Nederlandse lokale opwekking. Green Choice kon ons daarbij helpen. Die konden aan onze vragen voldoen. Dat is een belangrijke vraag. Tweede punt is dat toch Green Choice een onderneming is die zelf helemaal niet met kolen, stroom en kolencentrales werkt. Dat vond een argument. Maar dan is het vast wel duurder geworden. Kosten spelen een rol, maar zijn niet meer doorslaggevend. We hebben echt de keuze gemaakt, groene stroom. De groene stroom komt echt uit Nederland, helemaal gebaseerd op Hollandse wind. Als wij dat doen en wij kopen energie in, duurzame energie die in Nederland is opgewekt, en er zijn meer bedrijven die dat doen, dan gaat ook de productie hier van duurzame energie omhoog. Landal Green Park streeft ernaar om over 15 jaar CO2-neutraal te zijn op alle parken. Maar waarom liggen er dan geen zonnepanelen op die nieuwe daken? Die afweging hebben we gemaakt, we hebben hier naar gekeken. Uiteindelijk midden in het bos zonnepanelen op het huis, ja dat kan. Maar eigenlijk in de zomer, wanneer je er het meest aan hebt, liggen die daken voor een groot deel in de schaduw. En dan kun je beter kijken naar een andere oplossing, waarbij we die stroom eigenlijk op een andere plek opgewekt worden en hier inkopen. Groene stroom dus. En welke maatregelen zijn er genomen om die huisjes zuiniger te maken? Ja, dat is natuurlijk alweer helemaal. Zullen we dat even opnieuw doen? De verlichting hier gaat direct aan als je binnenkomt. Die reageert op bewegingssensor. Hier, wat je hier ook ziet is de groene knop. Als je in het huis komt, doet de groene knop uit aan. Gaat al de verlichting gaat uit als je hem uitdoet. Als je dan hier binnenkomt, de woonkamer, dan heb je hier de thermostaat. Die reageert op beweging. Dus een eenvoudige manier om energie te besparen. We zijn deze aarde aan het opbranden, zeg ik wel eens. Daar is al genoeg onderzoek gedaan om dat te zien. En daar hebben wij als bedrijf ook een verantwoordelijkheid in. En die nemen ze met de overstap naar groene stroom. En dat belonen wij met de groen lichtmat. Dankjewel, groen licht. Kijk eens aan. Kijk. Dankjewel. We zijn op weg en we hebben nog een lange weg te gaan, maar we gaan het doen. Prima.